Goedemorgen, hierbij even het beloofde filmpje. Dat gaat over hoe je nou die vastzittende klei van je tegel of in mijn geval glasplaat kunt halen. Zoals je ziet zit dit redelijk vast. Als ik dit er nou af zou trekken, dan zou ik dit gedeelte helemaal vervormen. Ik doe dat meestal met een mes. Dat is mij geleerd. Toen YouTube nog niet bestond en de enige kleigroep was een ouderwetse Yahoo-groep. Waar een heleboel gerenommeerde Amerikaanse dames lid van waren. Waar je ruimhartig allerlei informatie kon krijgen in die tijd. In de wereld van de klei is wel heel veel veranderd, heb ik wel gemerkt de afgelopen jaren. Maar goed, dit is dus een methode die ik gebruik. Maar zoals je wel weet, zijn alle methodes ter discussie te stellen. Zijn het mesgebruik, welk mes je gebruikt, wat voor mes je gebruikt, is allemaal ter discussie te stellen. Daarom zeg ik er expliciet bij, dit is zoals ik het doe. Dit is geen, ik weet het allemaal, absoluut niet. Maar nogmaals, dit is zoals ik het geleerd heb in die tijd en het eigenlijk nog altijd doe. Je hebt twee soorten messen. Een flexibel mes, daar kun je van alles mee. Daar kun je rondjes mee maken enzovoorts. En een straight mes. Kan eigenlijk niet zo goed. Stevig mes. Kan wel iets buigen, maar niet te veel. Dit is mijn oude werkmes. En dit is een redelijk nieuw snijmes. Iets minder flexibel. Ik heb altijd een oud mes. Hè, dus het ziet er ook niet uit. Heb ik ook al gebruikt. Ik al jaren. Daar zit ik van alles op. Om een aantal dingen te doen. Onder andere deze techniek. Waarom? Omdat dit mes nog behoorlijk scherp is. En de kans dat je er dan insnijdt vrij groot is. Vandaar dat ik dus liever twee soorten messen op mijn werkbank heb liggen. Een mes waar ik normale handelingen mee doe. En een mes waar ik precisie mee snij, zeg maar. Dus deze gaat weer weg. Die gaat ook weg. En dan is het eigenlijk heel simpel wat je doet. Is je zet je mes in een hoek. Je haalt hem er zo onderdoor. Dan ligt het op het mes. Valt het eraf. En dan kun je het op je tebakken tegel leggen. Ik heb hier toevallig een horlogeglas liggen. Nou, daar kan die op. Dan krijgt hij ook nog een beetje een vorm. Nou, je ziet hier wel wat beschadigd. Dit ligt al een tijdje op mijn werkbank. Dus dat moet ik dan nog weer helemaal netjes zien te krijgen. Dat is natuurlijk wel de wet van de klei, als je zorgt dat je het zo netjes mogelijk en zo goed mogelijk op je ondergrond krijgt, dan is je werk zometeen na het bakken ook netjes en hoef je zo min mogelijk na te bewerken, te schuren en te polijsten. Ik zal het nog een keer doen. Je zet je mes dus in een hoek, en dat kan zo, maar ik heb hier nou wat liggen, dus het wordt lastig, dus ik pak hem nu zo. Dus hij zit in een hoek, en je haalt hem er in één beweging onderdoor. Die beweging in één keer is wel belangrijk, want als je gaat haperen, dan kan je in je klei snijden. Stel, je hebt hier iets liggen, en je hebt een hele grote lap, dat kan natuurlijk ook. Ik zal hem even flink aanduwen. Ja, dat heb je een beetje uitgerold. En je wil daar een vormpje uit steken. Even kijken wat ik heb. Nou, deze. Dus we steken daar wat vormpjes uit. Nou ben ik altijd wel dat ik denk van nou, mijn handen doen zeer. Dus ik gebruik daar een schuurblok voor. Oké, op deze manier. Wat je ook nog kunt bedenken, toch bezig ben, is om er een plastic zakje onder te leggen en dan doe je dit, moet je wel iets harder duwen, maar dan krijg je een hele mooie ronde vorm eraan. En nu is het maar de vraag of dat je het eraf krijgt. Dit is allemaal niet zo moeilijk. Nou komt hij natuurlijk niet, nou komt hij niet mee. Hehehe. Kijk hoor. Kijk. Dit is allemaal niet zo'n hogere wiskunde. Hè? Dit gaat allemaal wel. Je ziet dat het heel droog klei is. Het ligt al een tijdje al op mijn werkbank. Hup. Weg ermee. Nou ligt dit redelijk vast.
Je kunt dan in één beweging dit allemaal loshalen. Dus je mes in twee handen. Hoppakee. En je haalt hem er zo onderdoor. Het verschil met deze en deze. En ik hoop dat je dat kunt zien. Is dat deze, omdat je daar dat plastic onder gehad hebt, een iets afgerond geheel hebt. Wanneer je een grote plak hebt, ik heb hier wat liggen wat echt aan mijn werkbank zit gekleefd. Nu hoop ik alleen dat als ik mijn camera verzet, dat dat een beetje beeld geeft. Als niet, dan moet ik de hele film opnieuw doen. Dit krijg ik er zo niet af. Dat gaat brokkelen. Wat je ook kunt doen, is je mes in diezelfde hoek zetten. En dan heel voorzichtig, zo rustig eronderdoor zagen als het ware. Maar blijf ervoor zorgen. Er zit iets op mijn ding. Dat je, oh ja, dat is kapot. Dat je je mes in die stand houdt. Want anders, als je hem plat legt, heb je de kans dat je in je stuk snijdt. Dan krijg je dus dit. En dan ga je dit soort dingen krijgen. En dat wil je niet. Dus het kan zowel met een, op deze manier, met één beweging, hoppakee, eronder door. En hij is los. Of met een soort van zaagbeweging, dus dit. Waarbij je ervoor zorgt dat je echt die hoek houdt. Om te voorkomen dat je in je klei snijdt. Ik hoop dat dit een beetje voldoet aan wat je bedoelde. En ik hoop ook dat je hier wat mee kunt. Ik wens jullie verder nog een hele fijne dag. En wellicht tot de volgende keer.